Rustig jongens, rustig jongens. Kalm blijven, ik heb alles Pieter, onder controle. Ja. Ben jij de BHV'er? Yep. Ja, ze zeiden ga je zitten, een verrassing. En toen? Ja, allemaal apparaat joh. Wil je dit wel? Ja, natuurlijk wil ik dit. Oh, gelukkig. Weet je hoeveel haar ik had? Nou, nee, dat weet ik nu niet meer. Dat ligt allemaal op de vloer. Ja, heel veel. Ik zie het. Nee, maar dit is voor de mensen dat ze ook wat leuks hebben om naar te kijken. En wat minder harig om naar te kijken. Ja, wat minder harig. Dat lijkt zo van die haren. Nu kunnen we je gezicht weer zien. Ja. Als we vlog uitvinden, dan zullen we het voor je filmen. Hendrik, ik heb nog niks vandaag. Als we vlog uitvinden, dan zullen we het filmen. Ik kan gekke bekken trekken. Ja. Gekke bekken van de week. Ben jij een opaatje? Ik kan blijkbaar geen gekke bekken trekken. Nee. Het was allemaal heel snoezig en beschaafd. Wie kan de gekste bek? Ik. Wow. Eng? Dat is geen gekke bek, dat is eng. Oh ja, wat dacht je hiervan? Het is een face battle. Heb je paintings? Paintings. Kom op, Oscar. Dit is het beste wat ik kan. Oké, ik doe wel niks meer. Ik heb gewonnen. Pieter, Ik heb nog geen vloghout. Ja, ik ben toch een knipoog, hè? Oh ja. Niet wild, dat is graag. Raar was dat, hè? Heel raar. Allemaal hele gekke geluidjes. Hé, maar hoe gaat het nou met je? Kom eens hier. Wat? Kom eens hier. Hoeveel secondes voor de opnames zijn we nu? Minuten, zeg minuten. 17. 17 minuten? Oh, dan zijn we vrij laat. Dus dit is even je rustige momentje. Ja. Ja? Ja, maar volgens mij voor de vlogliefjes zien zij alleen maar mijn rustige momentjes. Dat is waar, maar dat is echt niet de waarheid. Maar ik weet wat Martine nu nodig heeft. Kom maar even mee. Hierin. Oh. Kom maar. Ja? Kom maar. Wat heb ik nodig dan? Een restje gin? Ja. Sure. Kijk, ik heb nog geen vlog gehad. Hey. Maar ik moet geschminkt. Iedereen zegt. Nee, er zit al iemand in die stoel. Ja, wacht even. Ja, joh. Arjen, ja? Ik heb nog geen vloggoud. Ik heb niks voor je. Ach, kom op. Ik moet zo presteren, dus ik bewaar het even voor de show. Morgen, first thing, ben ik weer jouw jongen. Joeke. Ja? Ik heb nog geen vloggoud. Oh, shit. Ja, dit is... je komt op een... Op een ongelegen moment. Oh, nee hoor. Nee, dit komt goed. Dit komt helemaal goed. Ik heb ook sinds vorig seizoen wat nieuw vloggoud ontdekt. Ja.
Ja, als in... maar wanneer kom je nou zo over de, voor de, over de proppen? Ja, komt goed. Komt goed. Ik ga het voorbereiden deze week. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Leuk. Ja, zeker. Leuk, tot dan. Nice. Kan ik wat visuele ondersteuning nog krijgen daarvoor? Zeker. Mooi. Want ik weet hoe je dat moet bestellen. Okay. Jazeker. Leuk. Nou, oké, okay, leuk. Tot dan. Top, nice. Zin in. Het wordt een bijzondere aflevering, want Diederik zit in de show met de sportstudio. En dan zit Tex zit in de show, die zit daar, die is, doet het weer. Ja. En Jonathan is de Janine, maar Janine is maandagavond vrij. Dus Jonathan zit straks bij Janine's plekje. Dat lijkt me niet. Oh, zie je? Ja, dat hoort hij nu voor het eerst. Tot zo. Oké. Nou, tot zo allemaal, doei. Vraag voor de vlog? Ja. Ja. Hoe het gaat met Pieters dieet? Hoe het gaat met Pieters dieet? Zijn er vlogkijkers van ons programma ook? Die Martine maakt de vlog. Laat iets harder horen. Nee. Vier mensen of zo. Eentje ken ik ook. Wat leuk. Ja, de vlog is hier op dit moment ook bezig. Dit kunnen we ook allemaal opvragen, dit materiaal. Dus misschien kun je het gewoon in de vlogcamera. Kijk in die camera en stel je vraag. Ik had een vraag voor Pieter. Hoe het gaat met zijn sladieet? Hoe gaat het met het sla-dieet van Pieter? Nou, we zullen het zien in de vlog van volgende week. Pieter, ben je hier nog? Pieter is weg. Dat is Martine, die is er wel. Die is op dit moment de vlog gaan het voorbereiden, alvast. Oké, okay, we gaan het horen in de volgende vlog. Soumi, wat ben je serieus, wat ben je nu weer aan het doen? Ik weet even niet meer hoe die koekjes heten. Koen, hoe heet die koekjes ook weer? Die Argentijnse koekjes. Zijn dit Argentijnse koekjes? Ja. Met Nederlandse pindakaas? Sst. Oh, ik bedoel Argentijnse pindakaas? Nou, dit is... Oh ja, kan je niet even zo'n foto hier doen van dit is wat ik moet maken? Ja, 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 ik zie het. En dit is wat ik heb gemaakt. En ze zijn nog steeds eetbaar. Als je van pindakaas houdt, wel. Nou, daar hou ik wel van. Hey, meisje. Ik ben Danica Alexia. Waar ben ik beland weer? Ik sla mijn haar eruit. Ja. Ja. Koen, wat doe je? Ik zie om te strijkbout. Nee, wel een stoommachine. Oh ja, toch. Dat gaan we doen. Gek in de ochtend. Nee. Mijn ontbijt. Nou, dit is mijn moeder. Dit is mijn vader. Ja, en dan zie je ook nog een randje telegraaf. Ja, je ziet wel iets kantoor erachter aan het einde. Oh shit. Oké, ik probeer nog één keer dan op de tafel te houden. Ja. Ja. Nou, dit is mijn ontbijt. Dit is mijn sissy. Havenmoutje. Dit is mijn moeder. En dit is mijn vader. Prinsjesdag. Tering voor Rob natuurlijk. Mijn vader lag nu gewoon te tukken. Dit is mijn ontbijt. Van mijn zussen. Lekker havermoutje. Dit eet mijn moeder. En dit eet mijn vader.
tussen Huis Den Bosch. En dan wordt ze wakker, dus dan zien we alleen de wekker. Maar daarna gaat ze de vader wakker maken. Maar dan is het heel raar als ze in dezelfde, lijkt alsof ze in dezelfde slaapkamer ligt. Oh ja. Dus daar moeten we nog iets verzinnen. Wat heb je van Leef eigenlijk? Groot? Ja, dit soort zoenshots en zo. Dit? Oh, dit kan wel. Ja, en eerst van letterlijk heel Nederland was er. Ja, en dan zie je een plein vol mensen. Nou, daarna was de balkonscène, een beetje wuiven. Letterlijk heel Nederland stond er. Fuck, hé. Lachen naar gewone mensen heeft echt het vocht uit mijn bakken getrokken. Dus nog even een hydraterend maskertje en lekker de avondshow kijken. Doei, Zoomie, tot rustig jongens, kalm blijven. Ik heb alles Pieter, onder controle. Ja. Ben jij de BHV'er? Yep. Pas je hesje, ja. Die heb ik hier altijd onderaan. Maar even serieus, waarom staan we buiten? Ja, dat is brandalarm. Of alarm. Kan ook een terrorist zijn. Maar is het een van beide? Yep. Nee, het is, wat kan er allemaal zijn? Brand. Inbraak. Bommelding. Vuur. Maar kijk, God, wat kan er allemaal zijn? We moeten doorwerken, kijk. Even die bak dat weer vanaf. Hoe heeft ze zacht gezegd? Wie maakt dat dan weer vanaf? Oh, ik zou even verder scrollen als je wil weten of er überhaupt een uitzending is. Want... spannend. Er komt wel brandweer aan. Oeh. Er komt echt iets aan. Nou, wel zie je brand. Precies om 12 uur. Er komt brandweer aan. Dit is... ze kunnen er niet lang. Yep. Zo genant. Ja, fijn dat we weer naar binnen mochten, hè? Er stond buiten een BHV'er en die zei dat we weer naar binnen mochten. Maar ik moet zeggen, hij zei er niet bij dat er geen alarm was. Hij, nu erover nadenk, hij heeft ook niet gezegd dat het niet in brand stond, het pand. Dus, no. Maar, so far so good. Raakt er iemand toast? Ja. Hebben de allerleukste, voor de Gen Z'ers, de allerleukste gasten van het seizoen. Namelijk Noek. Kennen jullie de backstage vlog van de avondshow? Kennen jullie die? Nog even opnieuw. Kennen jullie de avondshow backstage vlog? Ja. Wij gingen net even lekker eten. Oh, ja. Sorry. Oh. Nee, dat is helemaal... Nee. Dus, nee, als ik niet lullig bedoel. Filmen, kom lekker mee. Oké, okay, ik kom even kijken wat jullie gaan eten. Dit is voor mij, geitenkaassalade. Lekker. Shakshuka. Ja. Lekker. Ga ik lekker opeuzen, maar ik ga wel iets anders aantrekken. Ik merk dat ik nu een beetje jaloers word. Op dat ja, dat ziet er zo lekker uit. Eet smakelijk. Dankjewel. En veel plezier. Dankjewel. Diederik, je hebt je jas nog aan. Al aan. Ik moet weer performen. Ja. En ik moet performen dat ik buiten sta.
Ja. En om dat gevoel nog meer bij de mensen over te brengen, heb ik mijn jas al aan. Jij denkt ook aan alles. Ja, we denken aan alles hier. Ja, we denken ook aan alles. Ja, je wordt er wel eens moe van, hè? Weet je waar ik ook moe van word? Nou? Dat je daar weer staat. Ja, en het is ook... Het is op ware grootte dus. Oh. Beetje platte persoonlijkheid. Wordt al snel plat, hè? Mijn kartonnen versie heeft wel meer haar dan ik. Ik weet niet hoe... Wat is daar gebeurd? Ja, dat groeit... Karton groeit hè, vanzelf. Als je dat niet bijhoudt. Ik val ook wel eens in voor mijn kartonnen versie. Tot zo allemaal, doei! Dit is dus de gang naar de studio. En dan hebben we de publieksopwarming. En daar zit dus het publiek van Galit en Sophie. Kijk, ik zwaai altijd heel even terug als je dat zo. Nog een keer. Dat is al de hoofdsponsor van de vlog. Wat is de hoofdsponsor? Lego. Oh, Lego, de hoofdsponsor van de vlog. Ja. Ja, zijn er mensen die de vlog kijken van de achter de schermen hier? Ja? Laat je horen. Ja. Niet superveel mensen, maar wel een aantal mensen. De vlog die wordt gemaakt door Martine. Martine, laat je horen. Ja. Die zit daar achter. En die zit het ook allemaal mee te kijken. Dus jullie kunnen allemaal even zwaaien naar Martine. Zwaai maar even, misschien even op de crane. Zo, ja, dit is allemaal voor de vlog. Nou, is toch leuk? Iedereen in de vlog. Of Lego al de hoofdsponsor is? Volgens mij niet. Is Lego al de hoofdsponsor? Nee, nee, helaas. Nee, nee. We hebben wel wat Lego gekregen vorige week. Volgens mij. Ja, nee. Ja, nee. Ken je iemand bij Lego? Nee. Nee. Dat? Beetje stressdag. Wat een stressdag, of niet? Ja. Ik had dus nog helemaal niks gevlogd. Maar wat moeten de vlogliefjes dan kijken de hele dag? Ja, de uitzending, daar heb ik wel hard aan gewerkt, aan de uitzending. Ik ook. Vlogs van Enzo Knol misschien dan maar kijken, toch? Ja, of van, hoe heet die jongen die nu zijn verkering uit heeft? Gio. Is Gio zijn verkering uit? Ja, Pieter. Actie. Oh, sorry, actie. Nee, ik moet eerst even een disclaimer. Ik heb dus nog niks, bijna niks voor de vlog vandaag, want ik moest zo hard werken. Ja, je moest echt hard werken. Dus ik dacht, misschien heb jij nog wat. Voor in de vlog? Ja, voor in de Zeker vlog. Zeker wel, want kijk hier. Oh. Hé, ik heb hem in elkaar gezet. Kijk nou, en hij is lekker zijn koekje aan het eten. Ik denk dat het een frisbee is. Oh ja, dat zei ik de vorige keer. Oh. Weet je wat leuk is? Degene die het gegeven heeft zich gemeld. Wijs maar even naast je, dan doe ik daar de comment. Nee, andere kant. Ja, dus je kan haar bedanken. Ja, maar ik lees dat niet. Ik kan toch gewoon zeggen bedankt? Danielle de Vrede, dankjewel. Zo lief. Kijk nou, hoe schattig is dit? En? En? Ik kan er ook een spin van maken. Ga je dat dan ook nog doen? Ja, dat ga ik ook nog doen. Jij wordt echt heel gelukkig van Lego, hè? Echt heel gelukkig, kijk nou. Ik zet hem naast Rocket. Die heb ik gekregen van... Martine de Jong. Oh ja, voor je verjaardag. Ja. Pew, 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 pew. Janine, ben jij dat nou met Obama? Ja, dat ben ik met Obama. Crazy of niet? Dat was zo'n crazy dag. Jouw leven. Crazy, gaat van Obama naar Lego hondjes. Ja, en? En? Foto. Hallo. Nou, dat zijn we. Ook leuk, maar minder bijzonder. Ja, dat is zeker voor de vlogliefjes. Daarom staat hij hier. Ik heb nog niks, Hendrik. Je hebt nog niks? Ik heb heel veel voor jou. Hoe kan dat? Ik heb vandaag 23 kaarsen uitgeblazen. Ben jij jarig, Hendrik? Ik ben jarig, ja. Ach, nou ja. Eerst ben je een meloen en nou dit. Het kan allemaal hier, op de redactie. Wat heb je voor lekkers meegenomen? Ik heb voor je meegenomen. Versier je eigen cake. Net voordat we naar jou toe gingen. Dus je kan, zeg maar... Hendrik? Ja. Had jij dit vorig jaar niet ook al? Ga kijken naar vorig jaar. Wat heb jij? Versier je eigen cake. Oh! Heb jij dat geregeld? Ja, versier je eigen cake. Ik wil mijn eigen cake versieren, cake. Ga je gang. Kijk wat ik allemaal heb. Lekker, Pieter. Waarom heb je dat geregeld? Ja. Ik ben vandaag jarig. Ja? Maar een dag, of niet? Maar een dag. Zullen we gaan? Ja. Sorry, dit is heel raar. Doei, tot later. Doei.
Tot zo. Dankjewel. Esmee, thee, nu. Ja, echt? Ja? Ben je met de auto? Worteltjes. De gezonde Twix.